Jongens, goedemorgen. Hoe voelen we ons? Voelen we ons een beetje klaar om Chelsea te verslaan of niet? Nou, dit is wel een dingetje wat wel heel erg belangrijk is, jongens. Dat blijft echt wel een aandachtspunt bij ons. Gewoon durven. Dus op het moment dat we een aanvaller zijn, doordekken. Waarom? Elke bal die eruit valt is voor ons. Of je zit in een duel. Op het moment dat je dat niet doet en ze kunnen opendraaien, kunnen ze de bal plaatsen waar ze willen. We wisten natuurlijk dat het WK van onder 18 eraan zat te komen. Ja, ook al was nog niet de selectie definitief, konden wij er wel van uitgaan dat we zeker 8, 9 jongens moeten afstaan aan de nationale ploeg van de onder 18. Voel je je goed? Je doet een gedeelte van de training doe je mee. Ja, dus doe de warming up, doen we 7-3. Dan ben je de vrije man. En morgen zien we hoe lang je het volhoudt. Vrij zijn in mijn hoofd. Veel voor diepte zoeken. Maar ook veel dribbles maken, man opzoeken. Zijn dit alle middenvelders? Echt waar? Dan heb je contact in dit geval ook met betaald. Je weet ook dat Jong ook een dubbel programma draait op maandag vrijdag. Maar je weet ook dat het eerste ook hetzelfde programma eigenlijk draait als ons. En ook nog weten dat de klassieker op het programma staat van het weekend. We moeten morgen echt een ploeg zijn. Maar we moeten wel vanaf de eerste minuut een bepaalde agressie uitstralen. En nog meegenomen, wij staan 5 punten voor. Hè? Je weet dat er natuurlijk heel veel jongens weg zijn. En dat jij een van de weinigen bent die normaal ook speelt. En dan moet je natuurlijk staan. Staan voor de wat jongens die wat minder spelen, maar ook voor mezelf gewoon. Dus er komt wel iets groots bij kijken inderdaad, ja. Nou ja, als jullie om je heen kijken, er zijn niet veel middenvelders. Dus wees scherp. Want je hebt hier al 3 die spelen en Quinten die speelt zo lang die kan. In principe is dat gewoon 90 minuten, ga ik vanuit. Maar bereid je wel goed voor. Ik ben Quinten Timber, ik speel vanaf mijn 13e bij Ajax en ik ben middenvelder. Goedemorgen. Ja, ik kom uit een hechte familie. Ik heb 4 broers, mijn moeder die voor me zorgt. We zijn veel samen, dus ja, mooie familie. Ja. Je hebt natuurlijk Jurjen, mijn broer, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Daar speel ik samen mee bij Jong. Dylan, broer van 19, die speelt bij Kampong, ook best wel hoog, goede voetballer. Shamir, die is wat ouder. Die speelt bij een amateurclub bij mij in de buurt. Die was ook een goede voetballer, moet ik zeggen. Mijn moeder vond hem altijd de beste vroeger. En dan heb je nog een oudere broer, die regelt alles voor mij. Chris, en die is in de theorie heel goed, moet ik zeggen. Ik kom thuis, er is altijd voetbal op tv. Mijn moeder kijkt altijd voetbal nu ook. Ze was vroeger van het dansen heel veel, maar nu heel veel van het voetbal. Dus voetbal is overal bij ons. Henrik, ja? Training start zodra iedereen klaar is, ja? Bal vast, je wordt niet aangevallen. Deze kant 1 keer, goed, uitstekend. We waren nog 15 seconden. En de bal! Tijd. Goed gespeeld, boys. Goed gespeeld. Wissel van kleur. Ja, daarachter zit een hele groep jongens. En daar zijn we enorm mee bezig geweest de afgelopen weken, maanden eigenlijk ook. Hè. In trainingsloten, maar ook in het aanbieden van oefenwedstrijden. Maar zeker ook in de competitie. Het feit dat je speelt, moet je al veel vertrouwen geven. Of niet? Ja. Dat is ook allemaal een keuze, maar nee, je bent niet voor niks gehaald. Aan de andere kant, dit geeft ook wel weer perspectief voor andere jongens. Jongens die nog niet op dit podium gespeeld hebben, of heel kort op dit podium gespeeld hebben. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oppakken tegen Chelsea. Oké, jongens, even de geheugen opfrissen naar gisteren. Christian, again, if you have any questions, ask Ronald or Dennis or myself afterwards. Or even you can go to Davy for the video clip. Yeah, we saw a few clips from the training about our pressing part because we had a really good pressing style to do it. Christian, count, count the goals please. And it was just in 10 minutes. Tuurlijk kunnen zij dat beter doen. Natuurlijk zullen zij ook sneller de bal lang gaan spelen. Maar wat is het voordeel op het moment dat je de bal verovert? Diepte. En wat is de bal? Jij staat dicht bij de goal.
When you get the ball, you're close to the goal, to score the goal. And we saw that in the training, that the attacking or the pressuring part went very well. If you get the ball high under pressure, you could score immediately. So, how many goals were that? Yeah, I also can see it when the first team are playing that the intensity is very high. Everybody is sprinting and yeah, it's just going very fast. So I also think that is a part of Ajax. Christian die heeft één keertje eerder meegetraind en dat zag je toch wel. Ze deden korte partijtjes, met name het eerste padje dat hij toch wel onwennig was. En ja, het is toch een verschil onder 17, onder 19. Dus hij was wat, ik keek eerst de kat uit de boom. Ik zei, ja, als je hier op het veld staat, dan moet je gewoon laten zien hoe goed je kan voetballen. En leeftijd, ja, dat is maar een getalletje. Je moet gewoon laten zien dat je de beste bent. Alleen Steven is erin. Het aftellen is begonnen na de aftrap van het duel tussen Ajax onder 19 en Chelsea onder 19. 8 spelers zijn er niet bij, onder wie de grootste talenten Unuvar, Hansen, Regeer, Taylor, noem ze allemaal maar op. Zij op het WK onder 17 in Brazilië. Ook al zijn er een paar spelers weg, het blijft een goede groep. Er blijft kwaliteit in zitten en we moeten het ermee doen. En wij weten wat we kunnen. We weten dat we een goed resultaat kunnen neerzetten. Dus dat hebben we ook geprobeerd. The supporters that they came to watch us, it was very good. I was happy to see them. It didn't make me nervous or something like that, but I think it gave me more, you know, energy and okay, they're here to watch us win and let's give them something. Hoe gaan ze daarmee om? Een stukje stress, een stukje spanning. Ook een ander niveau. Hè. Je kan dit niveau niet vergelijken met het niveau in de competitie. I could a little bit, you know, feel it. I would be with the squad against Chelsea, but I had no clue that I will start as a in the starting 11. But I was very happy to experience that, and it was amazing to do. It gave me motivation that I just push on even more and do my best and show what I can. Nou ja, we hebben wat dat betreft een hele interessante uitdaging. We moeten dat vandaag echt als team gaan doen. Nog 1 minuut jongens, gaan we naar buiten. Doe je schoentjes aan. Zorg dat je een goede warming up doet jongens. Scherp. Daarin open, pak je het extra sprintje. Of misschien een langere sprint. Zorg dat je spanning hebt op je kuitjes. Daar elkaar uit, ook in de warming up, in de positiespel. Stap daar ook door. Qua individuele kwaliteiten hebben we minder dan de wedstrijden hiervoor. Dus het wordt nu echt iets als team. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je dat oppakken? Je hebt vanmiddag echt een teamprestatie nodig, jongens. Ariet, een teamprestatie met elkaar. Ja? Help elkaar, jongens, vanmiddag. Ja, als je eerst als team presteert, dan zal de individu, er zijn altijd 1 of 2 individuele spelers het verschil gaan maken. En wie dat is vanmiddag maakt niet uit. Maar je moet het als team moet je dat doen. En zoek de grens op, jongens. Ja. Bij veel spelers moet ik wel zeggen, was er wel spanning. Gezonde spanning natuurlijk. Ze spelen niet vaker. Dan moet ze opeens de stadion in de Youth League wedstrijd tegen Chelsea. Heel veel publiek. Dus ik ben veel met ze gaan praten. En, They look very big. I also heard that one of them played with or sat on the bench for the first team at Chelsea the week before. So I would not say I was scared, but of course I have respect for my opponents. But yeah, they were big. De aftrap is voor Chelsea. We zijn begonnen. Toch een merkwaardige opstelling daar. Als een soort van treintje. Zelden gezien dit. En dan is het direct raak ook. Dat levert de succes op. Dat treintje van Chelsea, want de goal is van Ballo. En Chelsea dus op voorsprong in Amsterdam. Ja, scherp denk ik. Sowieso vervelend om gelijk in de eerste minuut een tegengoal te krijgen. Want je begint vol spanning natuurlijk, geconcentreerd. En dan
krijg zo snel tegenkort tegen, dat is niet lekker. Maar dan moet je gelijk weer de draad oppakken en door blijven gaan. My name is Christian Rasmussen. I'm a attacker for Ajax and I played for Ajax since the summer. My father that took me to the side and said that Christian Ajax have seen you a few matches and they really like you. Am I dreaming or something? Because of course it's a dream as a kid. Yeah, all the big names, Zlatan, Eriksen, yeah, all them, you name them. I didn't even know that it was real or it was joking. I was like, let me get to Ajax now and let me start now. I was very happy and also very proud for myself. But I could also see my family was very proud as well. Of course, I always liked Christian Eriksen, also because of his way of playing football. It's a little bit similar to mine. And yeah, he's very good with both his legs and his vision for the play is also very good. I like to see him play. I want to play in the big stadium because I heard they had a very big stadium. That's my mainly focus to get the debut. Daar staat Josh hier. Max, linkerbeen natuurlijk. Goed gedaan. Nou, de kans. En niet de goal. Max de Waal. Uitstekend gekeerd door Ziege. De kans Chelsea. Net geen 0-2. Daar komt Ajax goed weg. Wie zijn er mee? Hey, dat is een smerige overtreding. De laatste minuut werd hij helemaal gek, zag ik. Ja, ja. Dus, volgens mij was het Liam die hem even stilhield. Maar ja, nee, het is Arica, Spanjaard. Daar is het eindsignaal van de arbiter uit Zwitserland. Een dapper, maar toch bovenal uitgekleed Ajax. Vocht voor wat het waard was. I think I did what I could do. I got a few chances that maybe on a good day I would have scored. But yeah, I think I did all right. John Heitinga moet zijn meerdere erkennen. Geen schande met dit team. Geen schande met in het achterhoofd dat 8 van je beste spelers in Brazilië actief zijn op het WK. Ik denk dat we sowieso minimaal een punt hadden verdiend in de wedstrijd. Ik kon niet zeggen dat we veel beter waren dan Chelsea, maar ik denk dat we wel genoeg kansen hebben gehad. Ja. Ik denk dat we het wel naar behoren hebben gedaan. We gaan naar Chelsea uit, gaan we vol vertrouwen en voor de winst. Goedemiddag Ajax-ieder, ik ben er weer terug in de selectie. Morgen spelen tegen Chelsea, zorg allemaal dat jullie kijken.